Smakelijk. Vorige week in de wereld van Bellewaerde. Steven en Joris proeven de gloednieuwe hamburger. Maar... Dierenverzorgers Koen en Anne trainen met de roofvogels. Ja, die is daar. En echt toch niet? En alles loopt perfect op de première van de Stunt & Dive Show. Kijk naar die lachende gezichten, dat is ongelooflijk. Daarvoor doe je het, hè. Bellewaerde is vandaag niet open voor het grote publiek. En toch is er luid geschreeuw te horen van op de piratenboot. Ja! Want vandaag mogen voor één keer de parkmedewerkers zelf gillen. Zij doen vandaag aan teambuilding. In de eerste proef moeten ze zoveel mogelijk DB produceren op de piratenboot. Een kolfje naar de hand van attractiebediener Daniel. Kunnen jullie dus schreeuwen? Ik heb al gestaan. Hier heb ik al gestaan. Allee, kom goed. Zet er nog thuis niet heren op bij hier. 1, 2, 3. Ja! Ja! Ik moet stoppen! Kom, slecht! Het team van Daniel wint, wel ten koste van een groot geheim. Niet alle attractiebedieners houden van attracties. Dat is mijn favoriete ding niet, wel. De elektriciens zijn vandaag wel aan het werk, want aan de Rapid River installeren Koen en zijn collega's vandaag nieuwe watereffecten. Ze willen extra waterontploffingen creëren die de bezoekers kunnen verrassen tijdens zijn rit op de Rapid River. Maar dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Je weet altijd waar dat gaan begint, maar hoe dat je het ons moet doen is altijd wel een verrassing. Het is niet zo slechter is dan een slecht getimede effect. Als je gepasseerd bent en dan gebeurt er iets, dat is niet leuk. En als het te vroeg gebeurt, is het wow-effect weg. Dus alles moet wel redelijk juist op tijd gebeuren. En om de timing te testen, mag het water opnieuw in de rivierbedding. Ja, dat we aan komen, hè. Maar Koen is ontgoocheld over het eerste resultaat. Een hoge lucht, even. Een hoge lucht aan het skieten. Ik kom met die bus inkorten, hè. Ja, en met al meer water. En veel meer water in die hoek dan we daarin. En daar had er ook weinig water in, omdat we die stromingen erin. Ja, ja. De elektriciens hebben nog wat werk. Dierenarts Melissa is ondertussen aangekomen in de Oude Hanso in Nederland. Melissa komt vandaag giraf Kito oppikken. Kito verhuist vandaag van Nederland naar West-Vlaanderen. Hi, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Melissa. Hallo, welkom. Wil je bij de giraffen binnen gaan kijken? Graag, ja. Het is de eerste keer dat ik Kito ga zien. Spannend. Hier staat Kito. Hallo, Kito. Kito is een hele leuke giraf. Hij heeft een beetje de eigenschap van zijn moeder. De angst een beetje van zijn vader. Voor nieuwe dingen is hij dan snel bang. Normaal gesproken, als wij ze 's morgens apart gaan zetten met voeren, dan mogen ze daarna ook naar buiten. Dus hij verwacht nu eigenlijk wel dat hij naar buiten gaat. Maar... in dit geval gaat hij wel naar buiten, maar dan de transportkist in. Laat ons hopen dat dat vlot verloopt. Dat hoop ik inderdaad zeker, ja. Ja. Attractiebediener Daniel botst op zijn grenzen bij de volgende teambuildingsproef. Zoveel mogelijk keer op een luchtkasteel klimmen. Daniel kiest na de opwarming wijselijk voor de ondersteunende rol. Mag je de vrouwen omhoog duwen? Ja, maar ik wist dat je dat ging doen. Ja? Dat is wel interessant. Go, go, go.
is hij? Hij moet het er nog niet opklemmen. Het team van Daniël is een overwinning rijker. Maar zelf is Daniël vooral blij dat niet elke dag in Bellewaerde een teambuildingsdag is. Ja, jullie hebben er 18. Dat is niet te doen. Ook achter de schermen van de Stunt & Dive Show is het vandaag tijd voor de nodige ontspanning. La tira. Toen ik hier toe kwam, kende ik bijna nog niemand. Alleen twee van vorig jaar. Maar nu is dat echt al zo'n vriendengroep. Dat voelt comfortabel aan. Echt waar, het is heel leuk om te doen. En ja, we voelen elkaar heel goed aan. We work together, we live in together, we are like a family, we support each other, and then it's like it's the base. Yeah, if you have a family, you can live here easy. It doesn't matter where you are, you just feel good, feel comfortable. In Nederland stijgt de spanning. Giraf Kito verhuist vandaag naar Bellewaerde. Maar eerst moet Kito natuurlijk wel in een speciale transportwagen raken. En dat is geen eenvoudige opdracht. Ik hoor nog geen voetstapjes. We moeten vooral stil zijn nu, zodat hij niet al te veel rare geluiden hoort. Anders gaat hij nog meer schrik hebben eigenlijk. Kito, kom maar. Giraffen zijnde, is het iets nieuws en is hij alles een keer aan het bekijken en is hij niet 100% zeker dat hij erin wilt wandelen. Dus alles altijd op tempo van het dier, sowieso. Dus wij passen ons aan, hè. Ja, maar wacht. Hij wilde niet in. We zijn nu een beetje aan het opjagen, eigenlijk. We hebben nu de tussenschuif een klein stukje open. Zodat we met een vuilniszak, waar hij hopelijk een beetje bang voor is, dat we een beetje kunnen zwaaien. Kom maar, Kito. Maar het werkt toch niet echt. Ze moeten even een ander maniertje zien te vinden. Bij de teambuilding zijn ze ondertussen aan de volgende proef beland. Tafelvoetbal op grote schaal. Het team van attractiebediener Daniël neemt het op tegen dat van collega Danny. Papke! Hoe is het? Goed, goed. Hoe nu? Wat wil je er wonen? 5 van de 7. 5 van de 7? Yes. En nu winnen er... Wacht, hè. Hoe zijn van top 3? 4 van de 7. Oei. Maar dit gaan we winnen. Dat belangrijk nu van dus niet meer. De ballen door de netten. Hier zijn. Stolen schoen. Hola. Maar hoogmoed komt voor de val. De stalen schoenen blijken niet te helpen. Daniël lijkt het scoren verleerd. En aan de overkant staat er wel een superspits. Oké. All right. Kom op. Team Daniël verliest van Team Danny. Maar op een teambuilding draait het gelukkig niet om winnen alleen. Is door soms van die, hoe noemt dat die dinges? Ja, teambuilding. Weet ik veel in de Ardennen of zo meer. Maar hier, dat is de perfecte locatie. Hij leert ook nieuw, je hebt ook nieuwe collega's bij jou. Intussen leer je nieuwe mensen kennen en dat is fantastisch, hè? En het zonnetje schijnt. Dat schijnt ook al veel, hè? Thank you.
Parkdirecteur Stefan is onderweg naar de Rapid River. Hij komt de nieuwe watereffecten inspecteren die Koen en zijn team de voorbije weken hebben geïnstalleerd. Die, hè? Oh, ziet er goed uit. Een van Daniel zijn boten. Ja. We zijn het, nu nog maar de tweede keer van het seizoen dat ik erin zit in de Rapid River. Maar ik heb gehoord dat de laatste onderdelen op tijd geleverd worden voor de nieuwe effecten. Ja. Ja, het is altijd een beetje spannend. Ja. Maar het is gelukt. Het lukt altijd. Het is zeker dat er toch ergens water gaat binnenkomen. Ja, dat is... Murphy... is altijd mee op die boot hier. En straks komt het eerste effect eraan. Ja. En achter de is dat gelukt uiteindelijk om... om goed af te regelen? Ja, het was even zoeken toch. Ja. Zeker als er een boot geladen is of niet geladen, is dat toch een verschil. Ja. En we hebben de goede tijden gevonden en dat werkt. Dat werkt. Volgens mijn inzicht. En het werkt inderdaad. Ja. Oké, prachtig. Goed. Ja, het effect is er. Het effect is er. Ik had misschien toch beter mijn regenbroek aan gedaan en met een poncho. Ja. In Nederland proberen ze ondertussen via een andere truc Giraf Kito in de transportwagen te krijgen. Wij gaan een vishengel maken met andijvie. Kunnen we hem iets dichterbij houden en dan hopelijk loopt hij dan door. Nou. Carla? Komt-ie. Kito, kom aan. Kito lijkt ook toe te happen. Goed zo, jongen. Goed zo, kom maar kijken. Maar bedankt uiteindelijk toch voor de verse andijvie. De drukke doos zal nog eens moeten geopend worden. Wat gaan we nu? In de teambuilding is team Danny beland bij de grote communicatieproef. Jullie hebben hier een stapel palen liggen. Binnenin ligt de constructie. Die moet nagemaakt worden. Eén van jullie, dus één persoon per team, gaat naar binnen, neemt een zender mee en die communiceert met de rest van het team buiten om dezelfde constructie na te maken. En de tijd start nu. We hebben ook al een palen palen, niet? Dus je eerste palen en je tweede palen, die dus wij aan ook vormen. Ja, hier begint er, niet? Ja, hier begint. Ja, oké, zie maar. Dus aan de verste kant leg je dan nog een paal haaks met de punt wijzen naar de olifanten. Haaks, wat ken je van haaks? We kennen dat van haaks. 90 graden? 90 graden. De constructie namaken blijkt moeilijk. Elke ploeg mag een tweede persoon naar binnen sturen. Oh god, wat is dat hier allemaal? Rechtse been. Oei, oei. Chef heeft deuren op kot. Ja, de derde polen. Van boven en noeken en van links naar rechts. Met mijn top naar boven. Wat, het is hier anders, hè? Leg nog een keer die laatste, wacht ik. Ook die twee palen leg je de palen diagonaal van rechts naar links. Het is vrij moeilijk voor te zijn, niet? Dat is te vrij moeilijk voor te zijn. Niet alle nieuwe effecten zijn al klaar, maar op de Rapid River zitten toch twee blije mensen. Maar welke plezier zijn ook, hè? Ik denk dat we de goede beslissing genomen hebben naar timing toe. Dat we vorig jaar hebben beslist om die effecten toe te voegen en een beetje toch budget gereserveerd. Maar goed. Het is de moeite en het is een extra toegevoegde waarde aan de attractie. Ja, het is zeker een meerwaarde, dat is zeker. Het wordt nog een betere attractie. En voor een betere attractie heb je als parkdirecteur ook een natte broek over. Ja, Koen, ik zou zeggen, het doel is bereikt. Doel bereikt, hè? Mission accomplished. Oh. Allee. Huh? Proficiat. Ja, dank u. Het fundehalte van onze belangrijkste attractie is terug wat gestegen. Sterk gestegen zelfs. Dus de bezoeker die gaat terug tevreden zijn. Daarvoor doen we het. Dat is dik in orde. Oké. Bedankt, Koen. Goed. Stefan. Tot de volgende. Ja, tot de volgende. Hè. Ja, zeg ik, mag ik heel erg beginnen? Je eerste paal hebben we links. Christophe zei dat op niet trakt. Hoeveel minuten hebben we nog? Zeg het een keer. Weet niet, vrouw, dat wel, Christophe. Ja, vooral wat ik heb. En nog 2 minuten. Ah, je zit hier. Ja. Nog 2 minuten. En dan? Nog 2 minuten tijd. Moet ik er al de pol weg, hè? Het vrije heb ik al weg.
Het is moeilijk vroeg te leggen, ik kan het gewoon zeggen. Pas als één iemand terug naar buiten mag, lukt het plots wel om de constructie na te bouwen. Ah, zo? Ja. Oh, God. Dus, inderdaad, het alle twee de constructie kunnen juist leggen. Het team aan mijn rechterkant was natuurlijk wel iets sneller dan het linkerteam. Dus zij behalen de 3 punten. Oh, dat is vrijheid. Oh, my God. Opening binnenkort. Ja. Binnenkort mag wij. Ja. Het is een beetje heel binnenkort. Ja. Na maanden voorbereiding is het vandaag eindelijk zover. Het volledig nieuwe restaurant Texas Grill opent de deuren. Ah, voilà. Prachtig. Voilà, kan openen, hè? We zijn klaar. Let's go. Ja. Let's rock and roll. Horeca-manager Steven en Joris hebben nog 2 uur de tijd voor de allerlaatste kleine details. Hier al die plastic, moeten we dat straks afdoen. Mannetje met de glazen. Scherven brengen geluk, hè, Joris. Dat ziet er goed uit, dus. We hebben hier toch te veel effe glazen staan, dus dat is niet erg. Ja, dat was een goed idee. Dat is niet meer van ik, wij. Dat is niet van ik. Dat was een goed idee in plastic. Eigenlijk moeten we die scherven houden, hè, Joris. De allereerste Texas Grill scherven. Ja. Het is al een succes van het begin. Dat kunnen we binnen 2 jaar zeggen. Zie wel dat ze ons geluk gebracht hebben. Hopelijk, hè. Hopelijk. Aan de Boomerang-attractie in Bellewaerde is Danny vandaag de attractiebediener. Die boogt goed, dat is goed. Danny is al aan zijn 9e seizoen in het park bezig en komt nog elke dag met heel veel plezier werken. Ik heb begonnen van mijn 14 tot mijn 27 in de houthandel. En van mijn 27 tot 45 in de textielfabriek. Maar de fabriek gestopt. En geluk mocht ik hier beginnen. Ik zit hier nog. Ze krijgen me niet meer. Doei! Danny houdt van de klanten en de klanten houden van hem. Boe! Ik werk in Bellewaerde. Ik vind het fantastisch. Je bent bij de mensen, je bent buiten. Je maakt plezier. En daarvan doe je het. Is het in orde? Wacht even. Ja, het is goed. Anders kunnen we een beetje. Hè? Als attractiebediener moet je doen. Je moet het graag doen. Als je het graag doet, ga je in de lange zijn. Je hebt een afte genoeg, hè? Jawel. Voilà, we zijn weer in de wacht, hè. Oei! Collega Niels weet dat Danny maar 1 missie heeft op een werkdag in het park. Als hij bezig is met de klant, dan gaat hij ons even niet zien staan. Dan is voor hem zijn volk belangrijk. Dat is... Die smile moet op het gezicht staan van die klanten. En als er geen smile op staat, dan gaat hij er een smile op tekenen. Dat is prachtig aan Danny. Dat is Danny. En Niels, ze zijn vandaag een goed publiek. Ja, dat is zeer tof publiek fantastisch vandaag. Publiek vandaag. Ze zijn rustig. Achter de schermen van de Stunt & Dive Show in Bellewaerde is het nog rustig vandaag. Presentator Karel moet pas in de namiddag beginnen. En is blij dat hij even op adem kan komen. Je hebt sowieso rust nodig. Als je ongelooflijk veel energie geeft zelf, is dat goed van eens, een beetje tot jezelf te komen. Een beetje zen te worden. Dat is noodzakelijk. Hè? Want je kunt dat niet vergelijken met een andere job. Performen, voor veel mensen staan, dat vraagt veel van jezelf. Maar aan de andere kant ben ik eerder een heel andere persoon. Een veel rustiger persoon. Meer teruggetrokken. Meer creatiever gewoon. Je hebt gewoon tijdens bijvoorbeeld, ik ben beeldhouwer ook. En daar heb je tijd. Het is een heel ander soort kunst, om het zo te zeggen. Het is een heel ander soort manier van artiest zijn. Ik
liefst maak ik zo echt grote beelden. Ik vind dat een grote uitdaging. Dat is trouwens, ja. Voor zo'n publiek staan is trouwens ook zo'n grote uitdaging. Het is niet zomaar dat je er een amateurtoneeltje doet of zo. Het zijn dus echt wel... Ja, ik hou wel van echt zo ook een beetje extreme zaken, mag je wel zeggen. Ja. Die gasten springen van grote hoogtes. Maar ik doe volgens mijn persoonlijkheid ook vrij extreme zaken. Ja. Extreme dingen. In Nederland heeft Giraf Kito nog altijd geen zin in een verhuis naar Bellewaerde. We zijn hier nu al bijna een 3 uurtjes bezig. En Kito zit er nog altijd niet in. Hij is iets te gemakkelijk, iets te weinig nerveus eigenlijk hiervoor. Dus we gaan nu met platen en proberen in de trailer te duwen. De reden waarom dat dan nog niet direct geprobeerd is, omdat dat effectief ook meer risico's inhoudt voor de verzorgers. Want als een giraf stampt, dan is dat toch wel serieus zwaar. Dus ik denk dat ze aan het begin proberen zijn ermee. En de platen blijken uiteindelijk de juiste tactiek. Giraf Kito stapt eindelijk in de vrachtwagen. Nee, deur open! Deur open! Schuifdeur dicht! Voorzichtig! Voorzichtig. Even wachten. Stop, stop, stop. Ja, ja, ja. Ja. Dat was hem. Nou, hij zit erin. Nou, mooi. Hoop werk. Lang geduurd, maar hij zit erin. Hij is relatief rustig nu dat hij er effectief in zit. Dus ja, nu is enkel de baan op. Hè. En binnen een paar uurtjes is hij in Bellewaerde. Aan de Texas Grill staan de eerste klanten al te popelen om het nieuwe restaurant te ontdekken. Maar geen opening zonder een opening speech van de manager. Beste teamleden, vandaag is een historisch moment voor Bellewaerde. De opening van de nieuwe Texas Grill. Hey, 5 maanden geleden was hier niks. En 5 maanden later staat hier een fantastisch mooi restaurant. Vanaf nu is het aan jullie. Hey. Zometeen doen we de deuren open. Ontvang de mensen met een smile, zoals dat jullie gewoon zijn. Zorg dat ze een heel lekkere maaltijd krijgen. En dan kan dat niet mislukken. Hè. Dus ik zou zeggen aan iedereen, toi, toi, toi. Zet jullie beste beentje voor en we gaan ervoor. Hè. En we gaan een keer allemaal... Allee. We gaan zo Texas Grill. Hè. 1, 2, 3. Texas Grill. Hey. Ook voor de dierenverzorgers is het een speciale dag. Na 4 maanden opleiding brengen ze vandaag een eerste roofvogeldemonstratie in het park voor het grote publiek. We zijn klaar voor de première. We gaan beginnen met Lupus los te laten. Kijken of hij er zin in heeft. Die gaat eerst naar Anne vliegen. Hé, hey, Lupus. Ja. Yeah. Dat zou wel kunnen, dat hij een beetje stress heeft voor... De eerste vlucht met het publiek. Ja, je heeft gehoord. Net op tijd klaar, want de eerste bezoekers komen al aangewandeld op de nieuwe brug. En dat doen ze ook bij de Texas Grill. Voilà, een historisch moment voor Bellewaerde. Yeah. Een moment historiek voor Bellewaerde. Wees welkom. En, voilà. Het is de allereerste openingsdag van een nieuwe Texas Grill. Dus 5 maanden geleden stond hier niks. En nu staat hier een prachtig restaurant. En in de keuken staan ze meteen voor hete vuren, want de klanten blijken honger te hebben. Ja, Filip, heb niet te veel pees. Niet te veel pees. 2 scheefjes tomaat. Ja. Een broodje erop.
En de eerste premium hamburger gaat al snel de deur uit. Voilà, monsieur. Vous serez le premier à goûter notre nouveau premium burger de Texas. Bon appétit. De attractiebediener aan de boemerang is nog altijd Danny. In het park beter bekend als Danny Oei. Oei! Dat komt voort van SV de Kampioenen. Ik ken dat ding, Markske van de Kampioen. Als het dat gebeurt van Markske, is dat iedere keer oei, oei. En dan zo. En als veel kijkt naar de Kampioen, zei je dat voor die. Oei! Oei, ça va? Oh my god. Was dat Tanny van de Wallen? Niemand die het weet. Was dat Tanny? Oei. Ah, dan hoe staat daar? Oei, oei, oei. Oh. Boe. Stap er achteruit, zeg maar. Oei. Ja, dat is een besmettelijke ziekte. Achter een dag, als je met hem samen staat, een dag erachter, zeg je ook oei. Dat is oei, oei, oei. En thuiskomen en dan zegt die vrouw van... Oh, hij had bij Danny gestaan, zeker? Oei! Als je zegt tegen hem oei, dan zie je zo oei. En op het einde van de dag, als er dat 1000 man oei zegt, dan ja... Oei! Kijk dat hier allemaal, van ik. Zal van even? Maar ja, de waarheid mag gezegd zijn. Ons maar een beetje van ik. Ondertussen komt op de gloednieuwe brug het volk toe voor de eerste roofvogeldemonstratie. De roofvogels zijn er duidelijk klaar voor, maar geen vlucht zonder eerste veiligheidsregels te overlopen. Ik zou wel vragen dat iedereen de armen naar beneden houdt, omdat dat voor onze woestijnbuizers ook een manier is dat ze komen. En ze hebben heel scherpe klauwen, dus je hebt ze liever niet op jullie armen. Slaat een. Je kan toch 50, 60 kilometer per uur halen? Ja. Bij ons eten ze kleine stukjes vlees als we ze trainen. En dan krijgen ze straks nog als beloning krijgen ze soms nog een kuikentje of een muisje. Maar in het wild kan dat hagedissen vangen, andere vogels, zoogdieren. Zo groot als een konijn kunnen ze ook vangen en opeten. Nog 5 seconden. Gaan ze alleen met een kooi. Terwijl in het park attractiemedewerker Danny vooral Danny Oei blijft... Oei! ...is giraf Kitawo nog altijd onderweg vanuit Nederland naar het park. Maar na een lange reis van bijna 4 uur komt hij uiteindelijk aan in Bellewaerde. Zijn nieuwe thuis voor de komende jaren. Help! Ook de Bellewaerde giraffen zijn benieuwd naar de nieuwkomer. De dierenverzorgers zijn vooral blij dat het transport achter de rug is. Het is altijd toch een stresserende operatie voor een giraf. Dus dan zijn we altijd content als ze hier zijn. Dus we gaan hem op zijn gemak laten en dan laten we Simone, zijn toekomstige partner, binnen. En dan gaan we zien of zij wil binnenkomen of niet. En dan gaan we zien hoe dat verloopt. We hebben ook camera's zodat we eigenlijk morgen kunnen kijken hoe dat vannacht allemaal gegaan is, als ze contact gepakt hebben of niet. En Kito, bevalt het u? Goed precies, want Kito maakt snel nieuwe vrienden. Dat zal hier wel lukken, iemand. Verderop in het park was de eerste roofvogeldemonstratie een groot succes. En daar zijn dierenverzorgers Koen en zijn collega's best trots op. Ik vond dat wel voor de eerste keer eigenlijk wel heel goed gedaan is. Maar je merkt wel dat het publiek er niet meer staat. Vind ik dat ze nog veel rapper dat ze eigenlijk weer vliegen. Omdat ze zien nu veel meer staan, hè, maar allee, ik vind dat ze het zeker niet slecht gedaan.
Goed, hè? Ja, heel goed. Ik vond eigenlijk dat Nova beter vloog dan Lupus. Ja, want ik dacht heel snel dat Lupus zat, was, omdat zoveel heen en weer vloog. Ja, dat vond dan Nova. Maar het was, dat was Nova. Weer heel goed gedaan. Maar je merkt wel dat er geen publiek mee staat. Direct komen ze veel rapper. Ja, rusten ze veel rapper. En ook Lupus en Nova lijken trots op zichzelf. Hier, zeg. Ik kom er nog altijd niet zo goed overheen, hè. Maar goed, ze laten elkaar gerust. Dus. Ze lieten elkaar gerust. Wie vecht een keer niet met zijn broer, hè? Kijk, nog soms dus. De eerste service in de Texas Grill zit erop. Het zijn drukke uren geweest voor alle medewerkers, maar in de keuken blikken ze tevreden terug. De nieuwe hamburger was een extra troef op de kaart. Het is vlot gegaan. Het eerste kwartiertje was een beetje zoeken. Een beetje zoeken en een beetje normaal, doen. Maar, dat is normaal. In de eerste dag is het surviving, hè, Filip? Dat is... Dus we zijn er altijd... But you survived well. You're a good survivor. We doen ons best. We houden er beste van. Belangrijke vraag. De premium burger, hoe was het? Ik weet niet wat er... Weet jij het aantal al? Ik weet het nog niet. Ja, we gaan een keer iemand moeten bellen. Hè. Hoeveel nieuwe hamburgers worden er verkocht? Dat was de weddenschap van morgen in de keuken. Peter, dat is met Steven. Kun je een keer de rest of eens kijken, alsjeblieft? Hoeveel Texas Premium Burgers dat we verkocht hebben? Ja, dank u. Hoeveel had jij weer gezegd? 75. 75? 120. Mag Fraser al. 120. 98. Fraser voor. Hoeveel zei je? 83. Bedankt, Petra. Bedankt. Ik weet wie dat er een biertje gaat betalen. Maar, de winnaar moest betalen. Je moet nu niet beginnen met de voorwaarden veranderen. Dat is spelregel. Maar de verliezer die betaalt nog. Aan de boemerang zit de dag er ook bijna op. Niels sluit graag af met een vaste parkgrap. Doen alsof een collega jarig is. En Danny is slachtoffer van dienst. Als de trein vertrekt, moet je allemaal beginnen zingen Happy Birthday. Oké? Goed? Ja. Als de trein vertrekt, beginnen zingen Happy Birthday voor mijn collega. Hè. Het is de verjaardag vandaag. En... Aan het bruidje. Oké. Okay. Happy Birthday. Oei! Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Danny. Happy Birthday to you. Hiep, hiep, hiep. Thank you. Merci, merci. Iedere week verjaardag. Heerlijk, heerlijk. Die voilà, ziet ze. Schitterend. Very nice. Drie lentemaanden zijn achter de rug voor Danny en zijn collega's. Het park is klaar voor een fantastische zomer. And all your charms whenever I want you. All I have to do is dream. Dream, dream, dream when I feel blue. In the night and I need you. To hold me tight whenever I want. All I have to do is dream. Dream, 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 dream. Dream, 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 dream. Oei, is dat gedaan?